geweest. Nummer 6, jongens van 9 jaar, luistert u goed hoor. 3 overwinningen waren er voor Kevelam, 3 voor de Munnik, 3 voor Floor en 3 voor Erik Jan Peters. En dan is het zomaar iemand uit Hengelo die die leiding hier gaat nemen. Brian Floon. Hij won dus inderdaad al zijn wedstrijden. Gaat nu dus aan de leiding op zijn thuisbaan. Heeft hij dan het voordeel dat hij hier de weg weet en hier gewoon een paar keer in de week komt trainen. Brian Floon aan de leiding. Wie hebben we dan op die tweede plek? Is het de rijder van Schonebeek? Dat is de 125 inderdaad van Josje uit de Munnik. En dan kijken we natuurlijk naar Jan Pasters op 3. En die heeft een daarbij ook zitten de Rapid Wheels met Quinten Bos. Maar op die thuisbaan hoor. Kijken we naar Brian Floon als koploper. En die wil ze vandaag een poepie laten ruiken hoor. Hier op zijn eigen baan wil hij gewoon de finale winnen. En in die laatste bocht inmiddels hoor. Applaus voor de man in Hengelo. 5 uur in de winter. Brian Floon.